Hey, Leedse Duindorp. Hier staat de man, maar die moet tegenwoordig gecensureerd worden. Nico, kom maar met je nieuwe borka. Nee, dat is mijn buurman, dus zie je ook niet, want het is een reling. Geen commentaar. Maar Alfred, wat vind je er nou van? Dat mijn buurman wil nog geen eens in beeld? Omdat hij een paar woorden... En hij weet niet wie de aangifte heeft gedaan. Maar ik weet onze grote vriend, meneer Van Aert. Ja, die heeft iets wat een burgemeester niet moet doen. Op de televisie verklaard wat het OM moet doen en wie die vervolgen moet. Ja. Ja, oh, maar... Dus we hebben met een gelijkgeschakeld justitieapparaat te maken. Dat gewoon uitvoert wat de uitvoerende macht wil. Vervolgen... Dus het hele beleid deugt niet en haal ze met een pincet één meneertje eruit. En die moet dan hangen, omdat hij zich juridisch gezien misschien niet al te genuanceerd heeft geuit over een gigantische problematiek die in de wijk Duindorp, maar overal in de grote steden van de Europese Unie speelt. En dat vind ik kotsmisselijkmakend. En dan kunnen ze beter maar mensen vervolgen die zich wel weten hoe goed te verwoorden. En dat gaat dan natuurlijk over aanvallen op het beleid. Toewijzingsbeleid voor sociale woningen, wat niet deugt. Omdat mensen uit andere werelddelen zich, als ze maar wachten, op een lijst eerder kunnen ondergebracht worden dan... De mensen die hier zijn geboren en getogen. Dat doet geen enkel continent zo. Het tweede is dat het gemeentebestuur, de burgemeester voorop... Die bloedt op. Ja, die zegt dat het hier allemaal racisten zijn, maar ze wonen zelf in de Vogelwijk en staat het hier bijna achter de slagboom. Frankenslag woont Dossen. Ja, of staat de naam tegenwoordig onder het eigen seurt. En als, dus ik heb gezegd, als hij dan geen racisme wil in de stad, goed, dan een pilotproject in de Frankenslag en Statenlaan. Dan gaan ze dan maar deze types daar onder plaatsen. En als zij ze hebben getemd, dan kunnen ze hier wonen in de gehoorige doosjes wat onze huizen zijn. Nou, en dat komt natuurlijk door de bouwmafia, want die wijk moet plat, omdat hier juppenwoningen moeten komen om te verdienen. Dat is het verhaal. En met de rioleringen? Ja, die liggen hier in de straat. De riolering zo groot kan heel New York aan. Die liggen al dus klaar. Dus zodra de banken geld geven, gaat het tegen de vlakte. Nou ja, en dan worden de juppen hier bediend. Dat dan, is het verhaal. Dan hebben en dat vind ik dus vals. Omdat dan hebben de juppen gelijk, maar de burgers hier niet. Want dan zijn wij racisten. Ja, jullie moeten weggeveegd worden. Dus die worden dan weggetreid door een inplaatsingsbeleid. En met allerlei volkeren met haaks op elkaar staande culturen in kartonnen dozen. Dat gaat natuurlijk niet goed af. Kijk uit wat je zegt, hè, met kruisen. Want dan is het weer haaks. Dan zijn het weer hakenkruisen. Ja, nou ja, daar worden we mee gedistanceerd. Nou ja, slaat nergens symboliek op. Is altijd in de politiek, heeft een bepaalde rol. Maar voorlopig is het natuurlijk heel vals om hier een justitieel apparaat op neer te zetten. Terwijl het een hoogst ongelukkige sociaal... culturele problematiek is. En natuurlijk de kwestie van de bouwmafia die geïnfiltreerd is in het Haagse gemeentebestuur. Dat is wat ik ervan vind. En dan gaat die man, wat vindt u nou, wat die man hier, hij staat hier toevallig daar, hij wil niet meer in beeld. Nee, want hij wordt natuurlijk getreid, het gepast. Ja, tuurlijk, dat hebben we net gehoord. Maar de uitspraken van justitie. Die meneer is al genoeg gestraft. Maar wat hebt u nou discriminerend gezegd? Nou ja, hij heeft zich misschien ongelukkig uitgedrukt als je een aantal uitlatingen isoleert van wat hij voor de rest heeft verteld. En dat komt omdat mensen die geschoold zijn. Ze zullen eerder in kleur denken dan in cultuur en dat soort zaken. Maar degenen die het beleid maken, die denken en voelen precies zo, maar zeggen het anders. Ja. Schijnheiligheid zit hier op de troon. Ja, het is een schande. Ik schaam me ervoor. Ja, ik heb rechten gestudeerd en recht is distributief of niet. Nou, en hier, wat hier gebeurt is niet alleen een soort klassejustitie, maar het is ook natuurlijk een soort sociaal-culturele denkpolitie en justitie die hier optreedt. Ja.
En dan krijgen we dadelijk in september moet hij voorkomen, maar we gaan het uitstellen. Want dan krijgen we dadelijk weer de zwarte discussie, zwarte pieten discussie. Ja, de zwarte pieten zullen wel. En dan mogen ze weer wel blijven. En dan, nou ja, dat, dan blijven we volksfeest durven ze niet aan te pakken. En dus zullen iedereen wel weer de zwarte pieten worden toegespeeld. Ja, mooi spreekwoord. Ja. Oké, hey, bedankt. Oké, hoi.